Ajax nummer 3 tegen FC Twente, de koploper. De topper in de kampioenspool. Twente op 25 punten, PSV een puntje minder. En dan Ajax. Nog 5 wedstrijden te spelen. Dus veel ruimte om achterstanden in te halen is er niet. De belangen van de wedstrijd zijn duidelijk. Een mooie wedstrijd. Dus we naderen het einde. En dan zijn de punten duur. Dus ook vanavond. Je moet vanavond een resultaat behalen. Ja, dat is wel het uitgangspunt. Ja, zeker. Maar we moeten aan de andere kant ook niet te veel bezig zijn met de stand en wat er nog komen gaat. Vanavond is gewoon Ajax Twente. Dat zijn altijd wedstrijden op zich. De klassieker in het vrouwenvoetbal, zullen we maar zeggen. En ja, dat staat altijd bol van de spanning en sensatie. En dan gaan we aan het einde kijken wat het heeft opgeleverd. We gaan ons opmaken voor de minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tragische gebeurtenissen in Utrecht afgelopen maandag. Na deze indrukwekkende minuut stilte maken we de moeilijke overgang naar vanavond. De pep talk van Kika Van Nes. Daar komt de hoekschop. Bij de tweede paal, Lize Kolp, uitstekend gepakt. Het is tot nu toe nog niet de wedstrijd van de vele aanvallen, van de kansen. Integendeel, het vermijden van risico's staat voorop voor beide elftallen. En Van der Most zit er goed tussen. Op avontuur, Lisa Van der Most. De opening, heel mooi gedaan op Vanity Leverissa. Nu misschien, Leverissa. Heeft ruzie met de bal, maar blijft in balbezit. Maar de verrassing is eraf. Goede actie. Leverissa met de bal op Ashley Bakker en Van der Most. Van der Most nog steeds. Legt terug op Jansen. Het schot en de redding van Evraar. Eerste doelpoging. Ellen Jansen met het schot. En de redding van Nicky Evraar. Kika Van Nes. Een lange bal. En Ajax zegt met Vanity Leverissa. Nog steeds Vanity Leverissa. Het schot en de redding op de paal. Vanity Leverissa dicht bij de 1-0 van Ajax. Een schaarse uitbraak in deze wedstrijd. Leverissa kon uithalen met links. In de korte hoek, maar daar was Evraar. En weer Lisa Doorn achter de bal. Maurice Akkerman hebben positie gekozen. Jansen ook. Daar komt de bal van Lisa Doorn. Terugkomt en bijna in eigen doel. Yassina Blom. Kika Van Nes en Soraya Verhoeven. Kika Van Nes gaat hem in één keer nemen. Daar komt de bal. Hoog voor, strak. En dan de kans en het doelpunt van Vanity Leverissa. Vanity Leverissa brengt Ajax op voorsprong. De verlossing voor de ploeg van trainer Benno Niom. Evraar kan het niet geloven. En Vanity Leverissa brengt Ajax bij een van de spaarzame mogelijkheden op voorsprong. Geen buitenspel, want Weerde staat er ook nog. En Leverissa reageert als snelste. En wat een belangrijk doelpunt. Vrijtrap voor Ajax. Weer een standaard situatie en dat betekent gevaar. Daar moet Ajax het van hebben. Lisa Doorn achter de bal. Doorn, hoge bal bij de tweede paal. En daar is Van der Biggelaar. Marjolein Van der Biggelaar scoort. Geen buitenspel. En gaat naar de zijlijn om daar het feest te vieren. Wat een belangrijk doelpunt. Evraar verslagen voor de tweede keer. Een mooie vrije trap van Doorn over iedereen heen. En daar is Van der Biggelaar. Hoeft de bal alleen maar in het doel te lopen. En brengt Ajax op een comfortabele 2-0 voorsprong.
En kijk de ontlading bij Benno Nion. En Twente zet nog één keer aan. Wilms op avontuur. Dan deze bal op Stappenveld. En die zijn kop redt. Laat los. En dan Wilms nog een keer. De bal gaat naast. Daar komt de hoekschop. Kopbal en naast. Kopbal van Wilms. En dan klinkt het eindsignaal. En wint Ajax met 2-0 van FC Twente. Een hele belangrijke zege in de kampioenspool. De ploeg van trainer Benno Nion gaat over Twente heen. Staat nu 1 punt voor op de ploeg uit Enschede. En doet hele goede zaken op de ranglijst. Ik zie heel graag terug bij de volgende thuiswedstrijd in de kampioenspool.